hele goede middag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag 28 juli. Ja. En ik wil jullie heel veel kijkplezier wensen bij deze gloednieuwe vlog. Deze auto staat lekker scheef. Hallo. Deze auto staat lekker scheef. Waar je dus nu langs loopt. Die auto staat lekker scheef. Zo, lekker in de knoop. Ja. Ja, maar dan kun je toch en toch ook niet meer mee corrigeren. Met z'n allen tegelijk. Tuurlijk niet. Nee, maar ik vind dit niet fijn om gewoon deze riemen in de knoop te hebben. Ik ook niet, maar ik doe het wel. Ja, nou. Bloep. Volglijn. Eerst jij en dan de honden. Nee. Ja, en dat is dus wat je moet gaan leren. Ja, een hele goede middag. Oh. Ja, dat gaat niet, hè? Als de deur op de haak zit en dan dicht doen. Nee, dat werkt niet. Ik wil alleen maar vrij zijn. Liefde. Ja, precies. Nee, wij gaan even de hort op. Wij gaan eventjes... Heb jij de autosleutels al bij je? Nee. Ja, we gaan haar eventjes en met de auto even wegbrengen. Oh. Denk jij dan? Even lopen. Nee. Ja, maar dat is hier zo. Heb je mijn sleutel? Nee, ik niet. Mijn sleutels heb ik nog hier op tafel van de auto. Tot straks, dames. Tot zometeen. Doei. Love you. Ja. Ja, wij gaan naar Bloemert. Wij gaan even richting de manege. En van de buurman. Ja, die heeft een eigen paard. Ja, die heeft een paard. Wil ik even kijken. Gezellig. Dus daar gaan we even naartoe. Gaan we even bloemen van huis brengen. Want anders blijven ze spelen. Zo. Ze kan gewoon via jouw kant of via de mijn, hoor. Ja, dat is ook helemaal niet erg. Ze kan gewoon via mijn kant of via jouw kant naar achteren. En ik heb en het adres. Dus. Ja. Zo. Ja, kom maar. Dat is makkelijk. Ja, dat is makkelijk. Hé, hey, Wifi. Zo, wij zitten dus in de auto. Ja, wij zitten alweer in de auto. Gaat hoort. Even. Mijn gordel om. Ook altijd handig. Zo, en zo. Waarom niet?
Zo, wat? Wat is er? Is handig. Waarom moest je lachen? Omdat het handig is. Ja, altijd. Dat is toch handig? En hun komen. En zij komt ook weer thuis. Zit niet. Dus ja. Gezellig. We nemen jullie gewoon weer lekker mee. Met alles, met wat we doen. Zo, we zijn dus nu even lekker bij Rozenhuis. Even Blue even afzetten. Yep. En dan gaan we vanuit hier even naar de manege. En nee, ik word hier niet voor gesponsord. Ik zal het gelijk even zeggen. Nee. Maar ja. Het is mooi weer. De plantjes die staan mooi in bloei. Kijk maar. Heel mooi in bloei. Heel mooi. Ja, en ik ben verkouden. Ook leuk. Nog wat. Nee. Ben jij mooi? Ja. Wil je even vasthouden, schat? Ik sta kopen. Maart is die 11 geworden. Nou ja, zoals gezegd met zijn moeder. En dat is een behoorlijk gehad. Nee, maar ze vinden dat ze op elkaar lijken, want ze krijgen zomers een beetje dezelfde kleur. Oké. Okay. Winters is die helemaal zwart. Of, echt als ze start. Van maan is die echt helemaal zwart. Okay. Maar dan bleek hij in de zomer een beetje rood. Heel veel van jou. Heel veel van jou. Een beetje het ADHD-ersje. Ja, ja. Nou, ze zijn super voor je gegooid. Want dat wilde ik dus niet heel graag. En daar kwam hij uit. Maar voor een beetje geven. Hij heeft een voor je gekozen. Hij kijkt eigenlijk een beetje voor de kant die voor de kant was. Ja. Ik weet niet bepaald, heeft de partij nooit gesleven gesprongen. Hij zou springen, pas niet kunnen denken, maar hij mag het gewoon niet meer. Laat vallen. Ja. Voer me! Voer me niet meer! Okay. Op YouTube. Op YouTube? Nee, wat anders. Ja, ik vlog. Ik vind het helemaal prima. Ja, maar ik kan, maar, en maar daarom vraag je het ook eerst, liever. Wil je er ook even aaien? Aaien, jij. Is leuk. Je mag ook even aaien. Je ziet het. Hai. Hey. Het is vol. Volle rossen. Aha. Toen komt mijn buurman er ook eens op. Hi kind. Wat ben jij mooi. Dat ben je mooi. Dat ben je mooi. Ja, dat ben je mooi.
Wat is dit nu dus? Papai. Bij, hè? Ja! Dus. Lekker hebben. Keuze leuk te chance. Moet in je vaten komen, schat. Ja, ik was er net 5 minuten, toch? Nou, dat maakt niet uit. Volgende keer weer beter leren. Ik ga gewoon even iemand in de dag. Wat ga jij doen? Oh, appeltje. Zo leren we nog eens wat. Hè? Lekker, hè?
Huh? Ik heb beter vooruit dan maar even. Zo, en toen had ik haar snuit even in beeld. Ja, joh. Hé. Hey. Jij mag ook even aaien, hoor. Jij mag ook even aaien, hoor. Mm-hmm. Sta je er ook even nog op, hè? Foto voor hem. Wacht even tot nu toe al klaar is. Ik ga nu ook gelijk helpen. Lekker hè? Altijd. Buiten wil hij altijd meteen drinken. Komt uit dezelfde leiding als het water binnen. Maar buiten toch is buiten veel lekkerder. Dat is het kom. Jullie hebben ook wel in het geld hoor. Insemineerd moet worden of mislukt is met insemineren, staat binnen. Fijn. De bedoeling is namelijk dat uiteindelijk alles buiten staat. Oké. Okay. Geen koeienmelk, hoor. Niet meer, dat is vroeger. Ja. Hey, Ali, we hebben die ballen gekregen. Ja, Ali heeft het jarenlang gedaan, hoor. Melkvee. Dat werd te zwaar voor hem. Ja. Dus hij heeft ook wel een beetje. Hoe vind je het hier, schat? Hoe vind je het hier? Ja, dat is leuk, staartjes. Ook en ook onze hobby, hè? Uh-huh. Allebei houden we van paarden en allebei houden we van honden en van zwemmen. Gaat goed zo. Maar ik wil toch wel eens weten wat het eigenlijk is wat daar ligt. Bel! Wat ligt er eigenlijk in die bak voor? Dat zeker vilt, of niet? Wat daar in die bak ligt? Van dat zwarte? Tapijt. Waarom ligt dat hier dan in dit pak? Vertel, waarom? Oh, dat valt je zak. Ah! Het is gewoon een hele fijne bodem. Het is gewoon tapijt. Oké.
Als je valt, schat. En dan val je zacht. Hè? Oké. Okay. Ga het helpen dan met die balken. Schat. Nog één balk. Nou. Doe maar. En ik had het dus gezegd dat de bal wat meer tijd voor dit soort dingen. Ja. Dat maakt het niet uit. Hoe laat het morgen hier les? Uitkijken voor haar. Doe maar. Zo, mijn handjes die zijn sowieso lekker. Paardenkleur, helemaal geweldig. Ja, een hele goede middag. Zoals jullie zien zijn wij dus weer thuis. En niet voor de buis, nee, maar wel voor het beeldscherm. Beeldbuis. Ja, beeldbuis. Weten? Nee, is een buisje denk ik geweest. Rodi heeft het ook heel erg naar zijn zin gehad. Die heeft zitten te genieten dat ik dus met een paard aan het knuffelen was. Wat jullie hebben kunnen zien. En Ro, die gaat al volgende week, gaan we er weer naartoe. En dan gaat hij paard rijden. Hoe vind je die? Leuk. Is wel leuk, maar een beetje spannend nog. Dat heb je niet meer gedaan. Jawel. En je hebt op en op een paard gezeten. Ja, LFD. Maar niet gereden. Dat is wat anders. Ja, maar dat verleer je niet zo heel snel. Maar dat komt wel goed. Kom. En daar heb je de buurman voor en die andere twee dames. Oh, oké. Okay. Dat scheelt je. En want de buurman die is ook zelf rijinstructeur, hè, van paard. Dat heb je niet bij gezegd. Dat heb ik al wel een paar keer gezegd. Nee. Wel eens. Moet je luisteren. En nee. Mijn water in je oren. Ja, nee. Precies. Dus. Oh, er ligt daar één. Ik ben op de bank. Ja, die hoor je, maar. Nou, dat weer naar buiten. Oh ja. Kijk, haarlijk liggen dan. Ja, dus. Komt helemaal goed, hè, met jou met. Zondag met paard rijden. Echt wel. Je kan het. Je kan het. Zeker weten. Oké. Okay. Goed zo. Zo. En deze dame is een beetje loom aan het worden. Door het alles. En ja, gewoon qua manege. Gisteren een hele rare dag eigenlijk. Zometeen gaan we weer lekker bezig in huis, want gisteren hebben jullie ook kunnen zien dat ik dus mijn hele apparatuur weg heb gehaald. Maar dat mag nu weer weg, want ik heb mijn apparatuur wat er stond, heb ik gemaakt. Dus dat mag dus weer herplaatst worden. Ja, zo blijf je bezig. Maar wij willen ook nog wat zeggen over onze dieren. Jullie weten ook dat wij dus opvanghonden hebben. Zodat ze dus ook herplaatst worden. Maar ik wil ook één ding de wereld uit hebben. Deze dame die hier ligt, een lady, kennen jullie wel. Die wordt dus genoemd onder het kopje vals. Nou, één ding kan ik je vertellen. Zij is helemaal niet vals, want anders had ze ook niet met Blue gekund. Of met Astra / Blue. En ook niet met Max of andere honden. Dus zoals jullie ook wel zien in mijn vlogs, is Lady ook heel veel ook gewoon met andere honden. Maar waar ze dus niet mee kan, dat is onder andere herders. Want Lady is aangevallen geweest door een herder. Dus dat weet ik.
daar moet ik dus gewoon mee aan de kant. Dus ook, dan zal je ook of gewoon een pupje herder komen. Dan kan ik het haar leren. En ook dus gewoon met, en met een, hoe heet dat? Met van die labradors. Kan ze ook niet mee overweg. Maar ook dat weet ik. En of het moet dan weer een puppy wezen. Maar ook alles kan ik haar weer heraanleren. Maar tot zover. En voor de rest is zij totaal niet vals. Want ik kan gewoon mijn eigen hand in een bek doen. En ze bijt mij niet. Laat ik jullie heus wel eens een keertje zien dat ze totaal niet vals is. Maar daar laat ik meer over. Want dat is gewoon een goed zul eerste klas. Wie mijn honden, onze honden, nog één keer zegt dat ze vals zijn, die hebben met mij stront aan de knikker. Dankjewel. Oké, nou, we zitten even lekker aan een bakje thee. Lekker bakje thee. Ik heb lekker een pepermunthee, maar Ro die heeft wat uitgevonden. Ja. Ja. Bij de Jumbo verkopen ze van die gember zakjes en waar dus gember in zit. Ja, en niet de gewone gestampte gember, nee, echt bladen. Ja. Kijken. Ja, bladeren. Gemberblaadjes. En ik heb eens zo'n heel zakje in mijn kopje gedaan. Dus dat gaan we gewoon even kijken hoe dat is. Ik heb wel natuurlijk citroenbergen. En hij vindt het heel sterk. Zo, ja. Hier heb ik olijven. Ja. Groene olijven. Dat zit gelijk in zo'n... Nee, ruiken dan. Is vies hoor. Heel vies. Wacht. Nee. Het is interessant voor de hondjes. Nee, hij komt je zo ophalen. Nee. Bloe. Nee, kom eens hier. Ja, ik weet, ja, dus. Nee. Zitten. Ja, het is nu alweer 2:30 in de nacht. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat er een leuke reactie achter. Dan zou ik zeggen, nogmaals, dankjewel. En tot later. Doei doei.